Ziezo, luisteraar. Radio Meteor was of kreeg een vriendelijke uitnodiging in de bus van Ingeborg. Nieuwe cd Ingeborg. Het is jouw 7e cd. Where the sky touched the sea. Vertel. Ja. Oh, ik mag vrijuit vertellen. Ja. Wel, de titel Where the sky touches the sea is eigenlijk, dat gaat over een ervaring. Een ervaring die ik de voorbije 5 jaar regelmatig gehad heb bij meezingconcerten. Een meezingconcert, hoe ik het nu zie, is eigenlijk heel eenvoudige mantra's, Nederlandstalig, Hebreeuws, Afrikaans, Hawaïaans. Mm-hmm. Veel Engels ook. En dat zijn dan vaak 4 zinnetjes. En doordat we dat op een bepaald moment samen gaan zingen en dat zich herhaalt en herhaalt en dus verdiept, heb ik soms het gevoel waar de lucht en het water, als je zo naar de zee kijkt, mm-hmm, op een grijze dag, waar dat elkaar raakt. Dat gebeurt er bij een meezingconcert. Er is precies zo'n versmelting van, ja, ik noem dat dan de aanwezigheid. We zijn precies één. En het is, ik kon dat heel moeilijk omschrijven, nog altijd, merk, mm-hmm, ik. Maar ik had zoiets, ik moet een titel pakken dat mensen alleen kunnen traag uitspreken met veel essen van, shht, shht. We hebben hier iets nieuw, ja, dat Vlaanderen nog niet kent. Nog niet kent. Wil je er ook een boodschap, of welke boodschap moeten we in deze cd van jou vinden? Oh, er zit er heel veel verstopt. Ja. Voor mij zou het een ongelooflijk geslaagd project zijn als mensen naar die liedjes luisteren. En ik zou hen echt niet aanraden om ze alle 17 naar elkaar te luisteren, want het is veel te veel. Mm. Maar zo nu en dan zo eentje om tot rust te komen. Want er zit heel veel muziek dat uitnodigt om blij te zijn, vreugde te voelen. Vergeving ook. Het is wel wat thema's rond vergeving en vrede vinden daardoor. Dan is dat mission completed. Dat, ja, mensen echt tot rust komen en ook ontroerd zijn, geraakt. Hey, vandaar Touches the Sea, daar is ook een soort raakbaarheid. Maar de eerste single wordt Laat het maar los. En dat gaat hopelijk wat mensen helpen om de brug te maken naar de nieuwe Ingeborg, zeg, ja, maar. De vroegere Ingeborg met de luisterliedjes, die zit daar ook nog in. Ja, ja, ik zei het reeds, het is jouw 7e cd. Als we de eerste en de 7e cd nemen, daar zit een gigantische evolutie in, uiteraard. Ja. Daarom heet ons centrum de evolutie. Voilà, ja. Dus ja, er is veel gebeurd onderweg. Ja. Een hele tocht, en die is nog altijd bezig. Van eindelijk weten dat je hoogsensitief bent en dat als 22-jarige op dat podium daar in dat songfestival een beetje te veel was. En dan maar doorgaan en doorgaan. Dat is ook 10 jaar aan een stuk. Jezelf voorbij lopen, niet meer weten hoe het nu precies allemaal in elkaar zit. En ik ben dus eigenlijk een vroege zoeker geweest. Mm-hmm. Dus op mijn 32 ben ik al gaan zoeken. Met Wondere Wereld te maken voor VTM rond die zelfontplooiing. Ja. En ik heb echt van alles gevonden. Mm. En het is daar, ik ben daar zo enthousiast over. En soms werk ik op mensen hun zenuwen. Ik weet dat, omdat ik zo enthousiast daarover ben. En heel de wereld moet het dan weten. Maar ja, kan er niet rond. Het is zo'n goed nieuws. Mm. Mocht er een pil bestaan, Ingeborg, die je kan innemen om jouw leven te herdoen, zou je het op dezelfde manier doen? Zeker. Want ik spreek nu uit ervaring. Ja. Hey, anders had ik het misschien allemaal niet ervaren. Hoe het is om jezelf voorbij te lopen. Hoe het is om het niet meer te zien. En je enthousiasme van iets wat je zo graag doet, volledig kwijt te geraken. Hey, er was toen nog geen woord daarvoor. Ik vermoed dat ik een burn-out had, maar toen was er nog geen mode. Hey, maar ik ben wel heel geconfronteerd geweest met in ene keer op nul, precies. En ik ben niet echt in therapie gegaan. Ik ben meer gaan zoeken in de spiritualiteit, omdat dat mijn insteek was. En ik heb daar natuurlijk heel veel antwoorden gevonden. Maar ondertussen volg ik wel een therapieopleiding. En ga ik dit jaar mijn psychologieopleiding afronden. Dus ik wil die werelden ook zo samenbrengen. Ja, en enthousiasme ontbreekt het alleszins niet. Het is echt lastig om mee te leven ook, hoor. Ja. Dus ik moet dat maar een keer vragen aan mijn man. Je kiest voor de voorstelling van je cd bewust om het in een kerk te doen, Kapucijnenkerk hier, ja, in Brugge. Is daar een speciale reden voor? Ik heb wel iets met die paters hier. Mm-hmm. Er zijn er nog 7. En ik heb vernomen dat het zou sluiten hier. En ik heb eigenlijk een geheime agenda. Ik vind, mm-hmm, dat ze dat hier niet mogen sluiten. En dat ik hier gewoon iedere week kom zingen met al de toeristen van Brugge. En de inwoners ook. Ja. Ik weet niet wat dat gaat gebeuren, maar ik heb wel de bisschop uitgenodigd en de burgemeester donderdag bij de cd-voorstelling. Maar dat weten ze het al.
De minder broeders, ja, omdat er is hier heel veel sereniteit, ja. Authenticiteit mm-hmm. ook. Ja, er is ook een liedje, het instrument van vrede, dat het Franciscusgebed is. Dus ze hebben mij ook altijd hier heel warm ontvangen. Het Fioretti-koor zingt ook mee op de cd. Dus dat is een thuis hier. Ja. En het klinkt hier goed. En het is een warm huis. Ja. En het is vlak bij het zand. Allee, ook al. Ja. En 1 oktober is hier ook een vredesconcert. Dan heel specifiek vanuit de Kapucijnen georganiseerd. Maar bij kerst zijn we hier terug. Ik heb hier zo een hele warme thuis gevonden. Dus ik zou het erg vinden als de bestemming zou gewijzigd worden. Ja. Maar natuurlijk, ja. Het is de realiteit dat de kerken leeglopen. En mm-hmm. ik ga proberen te bewijzen dat ze vol lopen donderdag. Tegenovergestelde proberen te bewijzen. Ja, maar ze moeten meer vrouwen in de kerk hebben. Hoor. Dat is misschien ook wel inderdaad wel de reden. Ja. Mag ik afsluiten met een vraagje off the record? 30 jaar Plouzo. Ingeborg is daar toch een onderdeeltje van. Ja. Of zie ik het verkeerd? Ah, wel ja, ze hebben mij toch het een en ander daar rond gevraagd ook. En ik heb natuurlijk mee aan hun start gestaan, omdat mijn start was. We zijn eigenlijk echt samen begonnen. Hè? Mm-hmm. Met de Baccarabeker en dan Songfestival, ik eerst en dan zij. En dan met Koen natuurlijk al de Levenslijn slotshows en veel op VTM tegengekomen ook. En die fond, die is er nog altijd. Mm-hmm. Je voelt dat in onze ontmoeting. Zij zijn nog altijd de buk. Hè? Omdat ik veel, als ze iets vertelden in de Brabant, zei ik op mijn West-Vlaams, wuk. Zo van, wat zeg jij? En dus zij zeggen wuk tegen mij, of Mieke, dat heel weinig mensen nog doen. Want ik heb eigenlijk echt toen beslist, ik moet echt Ingeborg, mijn geboortenaam, inzetten. Het is leuk. En ook tof dat zij nu zo op een concerttournee gaan, dat ze ook zo'n beetje kleiner is. Mm-hmm. Misschien komen we elkaar nog wel tegen. Als afsluiter, Ingeborg, ik ga je straks laten repeteren voor het concert van donderdag natuurlijk. Maar als afsluiter, waarom moeten onze luisteraars de cd van Ingeborg in huis halen? Vooral voor hun welzijn. Ik heb nu eindelijk op reis een keer in alle rust naar geluisterd, mm-hmm. want je zit daar dan zo aan bezig. Ja. En ik kan er niet rond dat het iets meer doet dan alleen maar naar een liedje luisteren. Mm-hmm. Er is, ik noem dat dan, een energetisch werk aan vooraf gegaan. Er zitten mensen die dat met hart en ziel ook ingezongen hebben. En de uitnodiging is daar om mee te zingen met de mm-hmm. cd. Dus, en test het uit. Ja. Ik geloof er echt in. Mm-hmm. Als het, ik heb het ook te veel gezien bij de meezingconcerten. Ja. Dat mensen soms een beetje met wat weerstand, omdat ze moesten meekomen van een vrouw of zo. Hé. Die dan eigenlijk precies wat smelten en weer bij hun essentie komen. En dat is echt, dat is mogelijk. Maar mm-hmm. ik heb dat zelf ook ontdekt door het, door al de cirkels dat ik meegemaakt heb bij Sound Healing in Amerika en in India. Als er gezongen wordt, is het voorbij ons een uitleg. Ja. Het is niet meer van wie het er nu gelijk. Maar er is een verbondenheid waar veel mensen naar op zoek zijn. Mm-hmm. Omdat er veel mensen ook eenzaam zijn en bang en verdrietig en kwaad. En het is ook helend. Het is helend. Zeg Ingeborg, mag ik jou heel hartelijk danken om toch een klein beetje tijd vrij te maken voor ons. Dat is graag en heel graag tot de volgende, zal ik maar zeggen. Ja, bedankt. Dat is goed. Dank je.